We zijn alweer halverwege de maand, en dus is het weer tijd om te gaan kijken naar mijn tweede portfolio. Een portfolio waar ik maandelijks 250 euro in investeer. En daarmee probeer ik dan een breed gespreide ETF, zoals VWRL of VWCE, te verslaan. Er is de afgelopen maand natuurlijk veel gebeurd op de beurs, dus het is weer tijd voor een update. En het is deze keer ook anders dan je zou verwachten. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een passief Een kanaal waar we werken aan een toekomst met meer vermogen en meer vrije tijd. En laten we dan maar meteen overstappen naar mijn portfolio bij de Hero. En als we dan mijn portfolio bekijken, dan zien we dat het op dit moment zo'n 3720 euro waard is. Ik geloof dat ik ongeveer nu 4250 euro heb geïnvesteerd, want ik heb opnieuw 250 euro geïnvesteerd. En we zien het hier ook, ik sta zo'n 530 euro in de min. Dus dat is niet heel fijn. Vorige maand stonden we natuurlijk een beetje in de min. Maar nu is het nog verder weggezakt. Sommige aandelen zijn nog hard gedaald de laatste tijd. Zoals gezegd, het is natuurlijk een heel ja, rare tijd eigenlijk op de beurs. Heel veel angst heerst er op de beurs. Dus uh, ook dat zien we terugkomen in de aandelen die ik heb. Gaan we er even heel kort overheen. Alibaba. Uh, vandaag trouwens een hele goede dag als ik dit opneem. Uh, op dinsdagavond is dat. Uh, we zien wel dat het totaal nog 19% in de min staat. Vind ik op zich niet zo erg. Want dit is echt een aandeel voor de lange termijn. Applied Materials, hetgene dat we vorige maand hebben toegevoegd. Vandaag in de plus. Daardoor ook nog bijna uit de min. Het was straks wel iets slechter. Maar oké, okay, dat is nog niet heel gek. In een, in een maand tijd eigenlijk voor dit soort aandelen vind ik dat nog wel goed. Citigroup is dan wel, wel heel jammer. Een aandeel dat ik eigenlijk een tijdje geleden had willen verkopen. Want toen had ik winst. Ja, eigenlijk net voor de oorlog met Oekraïne. Dat heb ik dan weer gemist. Um, dit is een bankaandeel. En ik zou het ook niet zo snel met terugvoegen. Dus ik wacht eigenlijk tot het moment komt dat ik het wel kan verkopen. Een aandeel dat het heel slecht heeft gedaan. Uh, Coinbase. Eigenlijk alle crypto gaat nu heel slecht. Dat zien we hier ook wel terugkomen. Het was toen ook echt wel een gokje. Uh, de earnings, de verdiensten vielen toen heel goed uit. Uh, dat had ik wel goed. Alleen. Ja, de rest van crypto zag er gewoon zo slecht uit dat beleggers er totaal niet blij mee waren. En dus uh, we nu bijna 70% in de min staan. En dat is zelfs met 11% uh, plusje van vandaag. Dus Corsair ook nog lang niet uh, wat het is geworden wat ik dacht dat het ging worden. Ik denk dat we hier toch wel heel veel last hebben van dat er uh, nu meer mensen weer. Ja, eigenlijk thuiswerkers thuiswerk is voorbij. Die vraag naar nieuwe computers, nieuwe randapparatuur. Die is... Afgenomen de laatste tijd en dat zien we hier ook terug in dit aandeel. Wat het wel heel erg goed doet is HP uh, 52% in de plus. Heeft natuurlijk ook geholpen dat Warren Buffett, maandje of twee geleden, het alweer, is ingestapt op toen 36 dollar. Nu staan we op 39 dollar. Um, ja, dat heeft zeker wel geholpen, maar voor die tijd stond ik dus ook al goed in de plus. Intel dan, ook weer zo'n aandeel voor de echt lange termijn. Er zal echt de komende jaren nog echt wel vraag zijn naar chips. En ze investeren nu heel veel um, om juist in de toekomst meer omzet en winst te behalen. Die marktpositie eigenlijk uit te breiden. 10% vind ik daar ook niet zo erg. Microsoft dan, 28% in de plus. Heb ik aan zitten denken om dat deze maand te kopen, maar dat nog niet gedaan? Het is wel heel interessant, het bedrijf, vind ik. Maar nog niet tegen de huidige waardering in de huidige marktomstandigheden. Dus ik, ik houd het wel aan. Ik ga het nog niet uitbreiden. En dan stond er hier nog een aandeel onder. En dat kan ik wel even kijken als we gaan kijken naar de gesloten aandelen. Want die heb ik uh, vandaag verkocht. En dat was het aandeel Polaris. Verkocht met, ik geloof. Bijna 10 of ongeveer 10% in de plus, zo'n 30 euro daarmee verdiend. En de reden dat ik deze nu verkoop: aan de ene kant kan ik een winst pakken, maar aan de andere kant is dit een aandeel. Een bedrijf dat ik denk dat het heel moeilijk kan krijgen in de komende tijd als het echt richting een recessie gaat, als mensen zuinig zijn met zijn geld. Nou Bij Polaris zijn echt van die leuke dingetjes, luxe artikelen, uh, van die autootjes. Het kan zijn voor het werk, maar vaak zal dat voor de vrije tijd zijn. En dit zou mogelijk een van de eerste dingen kunnen zijn die mensen dan even uitstellen. Dus dat is de reden geweest dat ik die heb verkocht. Laten we nog heel even naar de ETF's gaan kijken hieronder. Dan zien we de AX volgens mij twee maanden geleden gekocht. Een klein verliesje van 4%. Valt nog mee, gezien de huidige marktomstandigheden. Nog eentje, een ETF, dit keer dan met crypto. Eigenlijk net zoals Coinbase, helemaal niet zoals ik had gehoopt dat het ging. 70% in de min. Uh, semiconductors, dat gaat dan nog wel goed, 17% in de plus. En ook de cloud computing. Eigenlijk denk ik een beetje: alles met tech is door die rente echt hard getroffen. Bedrijven zaten hier waarschijnlijk ook in die nog geen winst maakten. Weinig winst uh, worden hard getroffen door renteverhogingen en de angst in de markt. Dus ook daar zien we bijna een halvering. Wat nog wel positief is, en waar ik niet per se op let, maar wel altijd leuk is om, um, om mee te nemen, zien we hieronder de dividenden: uh, Dividend voor Citigroup. Het is dan maar 2 euro en dan gaat nog wat uh, belasting vanaf, 15 procent. En ook van Intel zien we zo'n 3, 4 euro. Gaat een beetje vanaf, dus laten we zeggen samen zo'n 5 euro toch aan dividend ontvangen. Of in ieder geval zit er aan te komen. En gaan we dan weer naar boven, dan zien we dat op dit moment zo'n 640, 645 euro nog in mijn vrije ruimte staat. Dat kan ik gebruiken om een aandeel te kopen. Uh, en de reden dat het nog niet gebeurd is, is eigenlijk ook een beetje de reden dat ik HP nog niet verkocht heb. Aan de ene kant. Ben ik nog een beetje aan het kijken van moet ik nog wat onderzoek doen, nog een nieuwe waardering maken. Maar mogelijk ga ik hier wel mijn winst opnemen um, in de komende tijd. Ja, ik weet het niet zeker, want aan de ene kant denk ik ik heb al een mooi rendement gehaald. Aan de andere kant denk ik als Warren Buffett instapt op 36 dollar, dan zal er waarschijnlijk meer te halen zijn. Dus dat onderzoek moet ik nog even doen. Maar ook een andere reden dat ik het juist nog niet heb verkocht, is omdat ik gewoon op dit moment geen ander aandeel kan vinden waarin ik denk van... Dat wil ik op dit moment kopen, omdat ik zeker op de korte termijn, maar mogelijk ook op de lange termijn, eh, daarin denk ja, geld mee te kunnen verdienen. Natuurlijk heb ik wel een paar aandelen in gedachten. Denk bijvoorbeeld aan een Google, een Tesla of een Amazon. Ook die aandelen zijn hard afge afgestraft de laatste tijd. Zijn flink gedaald. En dit zijn wel bedrijven waar ik geloof in de toekomst. Maar als je gaat kijken naar de koersen van die bedrijven, die zitten tussen de 700 en 2300 dollar. Dus dat ga ik niet halen met het geld, met die 250 euro die ik inleg. En daarmee hebben we dus eigenlijk een nieuw nadeel te, te pakken. Wat ik niet zozeer toen ik deze serie begonnen gaan, had gedacht. Want ik dacht, er is altijd eigenlijk wel een interessant aandeel te vinden. Maar in deze markt weet ik in ieder geval zo snel niet eentje te vinden. En ik voel me dan... Um, ik wil me niet verplicht voelen om toch per se die 250 euro te investeren. Want dan zou ik aan de ene kant gaan investeren omdat het moet. Niet omdat ik denk dat er een aandeel is waar ik geld op kan verdienen. Uh, mogelijk kan ik zelfs dat ik risico ga nemen op de korte termijn. Door te denken: van ik ga dit toch kopen. Want ik loop nu al misschien wat achter. Ik sta al in de 500 euro in de min. Dus ik moet nu toch ergens een kans zoeken. wat risico nemen om die 500 euro verlies om te draaien in een winst. En dat wil ik dus absoluut niet doen met dit portfolio. En ik denk ook dat dat gewoon een heel erg goede les is. Wat we hier weer uit kunnen leren bij dit beleg op deze manier. Is dat het gewoon heel erg lastig is om een ETF te verslaan. Om een breed gespreide ETF te verslaan. Ik heb tijden gehad in het begin dat dat wel lukte. Maar toen ging het ook heel goed met de markt. Als je nu gaat kijken, redelijk wat tech-aandelen. die worden hard afgestraft. is het me nog niet gelukt. Wat we ook kunnen leren is dat het dus heel lastig is om in deze markt dus een aandeel te vinden. En dat we eigenlijk dan ook misschien wel een beetje verleid worden op te denken van... ik ga toch kopen, zeker nu ik in het, in de, in het verlies sta... juist om dat proberen te compenseren en daar een winst van te maken. En eigenlijk kunnen we dan concluderen dat investeren in een breed gespreide ETF... helemaal nog niet zo slecht is. Dat hadden we natuurlijk al gedacht. Dat weten we eigenlijk al uit onderzoeken dat op de lange termijn... in een breed gespreide ETF eigenlijk meer rendement oplevert... dan wanneer je zelf de aandelen kiest, maar... Zijn eigenwijs en we willen natuurlijk altijd kijken of het ons toch lukt. En tot nu toe is het nog niet gelukt en dat blijkt ook alweer. En dan, gevoordeel, als je wel wat ja, in die ETF had belegd, als je wel aan indexbeleggen doet, dan hoef je hier niet zozeer op te letten. Je, mogelijk zie je zelfs een kans, aangezien die ETF nu zo'n 5,6% uh, gedaald is in koers vergeleken met een maand geleden. Zou ik in ieder geval niet erover na hebben gedacht van waar komt die 5,6% daling vandaan? Ik zie alleen eigenlijk een kans om toch in te stappen. Ik hoef er niet zoveel over na te denken. Had ik toch op dit moment met mijn 250 euro of mogelijk met die 640 op dit moment toch enkele aandelen kunnen kopen? En wil jij nou nog beginnen met beleggen? En ben je nog op zoek naar een broker? Kijk dan bijvoorbeeld naar de Giro waar ik dit portfolio van aandelen dus heb. Of bijvoorbeeld naar bugzero, waar je trouwens wel fracties van een aandeel kunt kopen. Maak gebruik van de links onder de video om gratis een account te openen. Zo help je het kanaal, want ik ontvang een kleine vergoeding, maar jij kunt dan juist gebruik maken van de acties die ze hebben van nieuwe klanten. En kijken we dan nog even naar het overzicht wat ik bijhoud... met de vergelijking tussen VWCE, eigenlijk VWRL ETF... maar dan met dividend dat wordt uh, vastgehouden in die ETF zelf... vergeleken met mijn eigen aandelen. Uh, zoals ik eerder al zei, 4250 euro heb ik tot nu toe ingelegd. Als ik dat telkens in VWCE had geïnvesteerd... Zou, uh, de koers is op dit moment bijna 96 euro. Zou ik twee aandelen hebben kunnen kopen deze maand? Komt het totaal op 42 aandelen. En dat zou zo bijna 4100 euro waard zijn. Nog wel iets minder dan het geld dat ik had ingelegd. Maar in ieder geval meer dan het geld uh, wat ik nu op deze manier nog heb. Want gaan we daar kijken naar de eigen aankopen? Nou, we hadden dus nog wat vrije ruimte die ik nu nog niet ga inzetten. Mogelijk wel als jij nog een suggestie hebt van een interessant aandeel dat ik de komende weken wel een investering ga doen, maar nu dus nog niet. We zien Alibaba nog wel een klein plusje, ongeveer hetzelfde zelfs als een maand geleden, dus dat is niet zo heel verkeerd. Um, we zien heel veel aandelen die ongeveer hetzelfde zijn, behalve Coinbase, daar zien we een groot verschil. Um, ook Corsair trouwens zie ik nu een flinke daling. En als we gaan kijken naar... De ETF's hieronder zien we denk ik een beetje hetzelfde beeld: dat vooral de digital assets een enorme daling heeft laten zien. Uh, ja, de crypto-dingen in de laatste maand van bijna 300 euro naar iets minder dan 100 euro. Nou, we zien het hier al aan de posities van de aandelen, die zo'n 500 euro is afgenomen. Zo'n 150 euro aan ETF's, oftewel flink wat ingeleverd de laatste tijd. Wat is het nu waard? Zo'n 3723 euro toen ik dit overzicht maakte. VWCE zou dus 4100 euro zijn gewaard uh, geweest. Zo'n 360 euro verschil, oftewel zo'n verschil van 10% wat ik meer zou hebben gehad als ik in VWCE had geïnvesteerd. Vorige maand was dat nog 7, dus op zich qua percentage valt het wel mee. Maar we zien ook dat we in januari bijvoorbeeld nog wel positief zijn. Dus het kan best wel snel veranderen. Mogelijk slaat de markt om en gaat mijn portfolio wanneer ik keer wel heel erg goed blijft. VWCE een beetje achter. Dus dat is nogal een beetje lastig. Maar in ieder geval wel. Ja, dit is het beeld op dit moment. Dit wil ik rapporteren. Dit wil ik eigenlijk vastleggen met deze serie. Er zijn momenten dat het goed gaat. Er zijn momenten dat het slecht gaat. En het moment dat het slecht gaat. Dat zien we deze maand dus terug. En dus komen we aan bij de conclusie van deze video en dat is dat ik op dit moment nog geen aandeel weet om in te investeren. Het is gewoon een heel lastige markt en ik wil niet mezelf verplichten om toch iedere maand te investeren. Um, ook als ik daar geen waarde zie, geen kansen zie. Weet jij trouwens nog een interessant aandeel wat ik mogelijk dus wel kan kopen deze maand nadat ik onderzoek heb gedaan natuurlijk. Laat dat vooral weten in de reacties onder deze video. En wat we dus kunnen leren eigenlijk van dit moment, van deze maand is... Als je in een ETF had geïnvesteerd, hadden we aan de ene kant tot nu toe een beter rendement gehad, hadden we minder in de min gestaan. Maar zou het natuurlijk ook heel makkelijk zijn geweest om toch aandelen te kopen in die ETF, omdat je weet dat je breed gespreid bent, je gaat voor de lange termijn. Hoef je dus niet zo'n onderzoek te doen en niet zozeer te kijken naar wat individuele bedrijven doen. Maar volgende maand gaan we het gewoon weer opnieuw proberen. We blijven natuurlijk toch op de lange termijn proberen om zo'n ETF te verslaan. Dus blijf ook zeker dit kanaal volgen. Vond je nou een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video. Wil ik jou bedanken voor het kijken en hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.